Dank u wel. Goed 2019. U ook. En voor alle kijkers ook een goed en gezond 2019. Breda Nu. Je weet het meteen. Een nieuw jaar, dus traditiegetrouw ook de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Breda. Hier in de Grote Kerk. Wat staat Breda komend jaar te verwachten? En welke goede voornemens hebben de Bredanaars? Hoe is het in Breda verlopen, de jaarwisseling? Breda is relatief rustige jaarwisseling, heeft een relatief rustige jaarwisseling gekend. De cijfers zoals die landelijk zijn gepresenteerd zijn natuurlijk cijfers waarvan je schrikt. Maar in Breda is het feest op de nacht zelf redelijk goed verlopen. Met enkele traagjes en groot incident daar gelaten. Heeft u ook goede voornemens? Nou, ik vind 2019 zo'n beetje tussenjaargetal, weet je wel. 2020 hebben we hier de Vuelta, het is WK, het Olympische Spelen. En 2019, ja, dat is, ja. Maar tussenjaren zijn meestal het leukste, dus daar gok ik op. De discussie over vuurwerk is een discussie die we ook in de stad gaan voeren. Maar ik vind op dit moment er in Breda geen echte aanleiding om te zeggen, het is zo gigantisch misgegaan dat we direct moeten ingrijpen. Wat dat betreft kunnen we trots zijn op de manier waarop een Breda met enkele excessen dagen later het feest is gevierd. Wat zijn uw goede voornemens? Dat blijft altijd een lastige, want je moet je altijd iets voornemen wat je waar kan maken, denk ik. Mijn goede voornemen blijft om nog vaker en nog meer in de stad zichtbaar te zijn dan dat we nu al gedaan hebben. Een uurtje geleden hoorden wij de klokken luiden. Is dat elk jaar met de nieuwjaarsreceptie? Ja, dat is inderdaad het letterlijk en figuurlijk inluiden van de gemeentelijke receptie. Wij doen dat zo 20 tot 25 keer per jaar sowieso, het luiden van de Nassau-klok. En ja, één keer per jaar mogen we dat doen letterlijk voor de gemeente. De toren is van de gemeente en dan zijn we heel blij dat we gewoon om 4:10, 10 minuten lang het mogen inluiden om de receptie voor alle Bredaners ook mede vorm te geven op die manier. Hartstikke leuk. En wat is eigenlijk een nachtburgemeester? Ja, een nachtburgemeester is eigenlijk iemand die belangen behartigt. Of ja, een soort van ambassadeur is voor horeca, evenementen, cultuur in de stad waar hij woont. En ja, ik doe het voor Breda. Puur om een stukje terug te kunnen geven aan de stad en de horecaondernemers. Dat is eigenlijk nachtburgemeester in een notendop. Dank u wel. Goed 2019. U ook. En voor alle kijkers ook een goed en gezond 2019. Breda Nu. Je weet het meteen.